Ik moet gaan vluchten en ik moet niet laten zien dat ik een helikopter heb. Dus ik kan niet die helikopter gebruiken, maar ik moet wel vluchten. Hey bewoners van GameStat, super 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 gaaf dat jullie allemaal kijken bij deze gloednieuwe video. Dus knal even op dit blauwe duimpje omhoog en vergeet zeker niet te abonneren op een GameStat. Dat zou ik heel erg gaaf vinden, maar ook Stefan, ook Marnik en ook Patatje Westhoek, die natuurlijk altijd live is. In ieder geval, vandaag ga ik natuurlijk weer knallen. Ik ben hier vandaag namelijk in Atlanta en ik ga praten over 3.0 en over dingetjes die zijn gebeurd in Atlanta. Er is namelijk iets heel erg fouts gebeurd in Atlanta. Er zijn namelijk dingen helemaal kapot. Bijvoorbeeld het vliegveld is bijvoorbeeld helemaal kapot, maar even wat heel belangrijk is, niet alleen het vliegveld, het begon hier allemaal mee. Hier namelijk, verordening justitie, verboden toegang, artikel 9-7. Atlanta gaat er waarschijnlijk helemaal aan. Atlanta wordt waarschijnlijk een stad die weggaat. Dus voor jullie de kijkers, dat had ik ook niet verwacht. Atlanta gaat weg. Ja. Ik had net een nieuw plot en ik wou net een plotaanvraag doen, maar, of een bouwaanvraag. Maar ja, weet je, oké, helaas, het kon helaas niet anders. Maar goed, laten we gewoon niet doorlopen. Als het goed is, jullie zien het daar al, het staat helemaal in de fik gewoon. Het staat gewoon echt helemaal in de fik. En ja, hier is wel water, dus ik snap niet waarom er brandweerleden zijn die dat allemaal blussen. Maar hier zag ik namelijk een paar dagen terug ook geesten in dit bos. Ja, je gaat het niet geloven, maar geesten. Er waren namelijk geesten in het bos. En trouwens, even voor duidelijkheid, ik heb het nu wel over de 3.0 update, maar ik heb het over de 3.0 update, maar hier heb ik gewoon letterlijk een helikopter. Kijk eens, ik heb gewoon een helikopter. Ik kan gewoon vliegen met deze helikopter, super gaaf. Ik heb deze helikopter, weet je wat, ik vlieg gewoon heel snel naar het vliegveld en kom ik zo hier weer terug. Ik heb hier namelijk geesten gezien in het bos en een bordje met hele gekke tekst. Dus dat wil ik zo meteen even gaan zoeken. Maar eerst wil ik even, dat staat ook allemaal in brand volgens mij, of hoort dat zo? I don't know, hoort volgens mij zo. Maar ik heb dus een hele vette helikopter, moet je eens kijken hoe cool dit is. Deze helikopter lijkt sprekend op een echte helikopter, zo'n echte legerhelikopter. Maar ja, je kan er helaas niet mee schieten. Misschien kan dat wel met bepaalde uitvoeringen, maar met deze niet. Maar goed, het is een mooie bruine helikopter. Maar deze heb ik nog maar niet. En deze heb ik nog niet eens heel erg lang. Deze heb ik namelijk gestolen. En dat ga ik jullie laten zien hoe ik deze heb gestolen. Even zien hoor. Hier, deze heb ik namelijk gestolen hier bij dit vliegveld. En het is helemaal kapot, jullie zien het al. Eerst was het bos helemaal in de fik. Maar nu is dit ook allemaal in de fik gegaan. In de brand gestoken. Of ja, in brand gegaan. Ik weet niet precies hoe, volgens mij omdat het heel erg warm was in Atlanta. Nou ja, goed, in ieder geval, daar heb ik hem gestolen, daar ergens op de grond. En daar was een agent met een motor, die heb ik beschoten. En ik heb nog veel meer illegale dingen gedaan, ik heb diefstallen gedaan enzovoort. Omdat het moest gewoon, ik heb het met Stefan gedaan van potgrond. Dus laten we nu weer snel teruggaan, want dat is ook wel weer belangrijk. Er is namelijk heel veel gebeurd, ook het hele plein van Atlanta is helemaal kapot. Precies hetzelfde als, ja, het vliegveld wat je daar ziet. Ja, het ziet er niet heel erg mooi uit, hè? Nee, het is helemaal kapot. Dus waarschijnlijk komt er, ja, ik weet het niet, komt er een nieuwe stad uit. Ik heb echt geen idee. Hoop ik dat? Ik weet het niet. Ik hoop het eigenlijk wel. Ik hoop dat er een nieuwe soort van versie komt van Atlanta, want ik vind Atlanta best wel gezellig. Maar misschien dat het net iets kleiner moet nog, maar wel wat knusser wordt. Maar voor de rest, ik vind het heel erg vet. Maar goed, het is een hele mooie helikopter en deze kan ik mooi bewaren. Laat ik even weer parkeren zo, even zo in het... Zou dat lukken mij om te parkeren of hier te vliegen in het bos? Zo, hier landen, in het vuur. Lukt dat? Ja! Ja hoor, het lukt gewoon. Oké, maar eerst, ik wil jullie iets laten zien. Want hier ergens waren allemaal geesten. En ja, je kan me voor gek verklaren. Maar hier waren de hele tijd geesten. Maar ik heb gehoord dat die geesten er niet meer zijn. En hier was ook een bordje. Dat had ik tijdens mijn livestream gezien. Ik upload namelijk nu ook dagelijkse video's van Mijntopia, van Fortnite ook. En check ook zeker mijn kanaal. Linkje in de beschrijving. Dus check dat zeker ook even. Maar... Hier had ik tijdens mijn livestream gezien dat hier een bordje stond. Maar dat bordje is weg. Ik snap niet wie dat bordje heeft weggehaald. Heeft de politie dat gedaan om mensen niet bang te laten maken? Want hier stond letterlijk op het bordje: iedereen moet dood. Ja. En dat is niet zo'n aardige tekst. Dus iemand, elke... Ja, het is hier echt heel erg eng. Want kijk, dit... Ja, dit zit er, dat zegt al genoeg, hè. Hier stond Sera's een bordje, iedereen moet dood. Dat is toch apart? Ik snap het niet. Ik vind dat heel eng. Het is ook al weggehaald. Dus ik denk dat mensen er niet heel blij mee waren. En vooral de politie niet, want mensen werden er waarschijnlijk bang van. Hier lopen af en toe wel mensen trouwens. Oeh, er zijn ook best wel wat mensen online. Maar goed, ik heb trouwens mijn gele, of mijn roze auto ook weer. Dus dat is ook wel weer fijn. Alleen hier, even zien... Bij de put? Nee. Hier. Op deze plek waren er geesten. Echt van die geesten. Echt van die spoken. Ze leken echt op spoken. Van wol gemaakt of zo. En er zat een hele glasplateau of zo. Leek het wel. Het was heel erg eng in ieder geval. Maar ja,
Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik ermee moet. Oké, in ieder geval, de put hier. Je hebt natuurlijk hier allemaal, alles staat in de fik. Ik snap alleen niet waarom ze deze put niet... Want kijk, hier zit niet eens water in deze put. Het is gewoon glas. En zo'n... alleen hier. Maar deze... Dit ding hier, ze kunnen dat gewoon gebruiken om dit te blussen, toch? Ik zou dit gewoon kunnen blussen, toch? Zo, als ik er tegenaan sla. Zou dat er gewoon tegen... Blussen. U bent aangehouden voor poging tot moord en diefstal. Wat? Helemaal niet. Jullie hebben de verkeerde. Wat? Hoeveel agenten zijn er toch niet? 1, 2, 3, 4, 5. 5 agenten? En wat? Diefstal en poging tot moord? Ik heb me toch verwijderd uit het systeem. Een paar weken geleden. Bij een livestream. Ze kunnen helemaal niet weten dat... Ik ben helemaal boem. Mijn hoofd is helemaal boem. Mij proberen dood te schieten op het vliegveld. Oh, dat was deze agent. Ja, ik had deze agent bijna neergeschoten. Omdat deze... Ik heb natuurlijk die helikopter gestolen. Waar die agent was. Nee. En dan nog een helikopter stelen. Wat? Ik weet niet waar je het over hebt. Ik denk dat je de verkeerde persoon... persoon hebt. Ik had een bivakmuts op, dus ze kunnen niet weten dat ik ben. Ofwel, of it's just Stefan heeft alles gezegd. Wat? Heeft Stefan mij opgelicht? Stefan, it's just Stefan van Poltrond heeft gewoon... Die heeft mij geholpen toen met die helikopter te stelen. Maar die heeft mij serieus aangegeven bij de politie. Wat? Oké, wat moet ik doen? Dus ga niet ontkennen. Ik moet iets doen, anders word ik aangehouden. Ik moet iets doen. Ze houden ook hun pistolen gericht. Ik moet gaan vluchten en ik moet niet laten zien dat ik een helikopter heb. Dus ik kan niet die helikopter gebruiken, maar ik moet wel vluchten. Oké, ik kan het heel mooi... Oh, ze schieten ook echt op elkaar. Supermooi. Oké, wat ik kan doen is dat ik door het vuur kan gaan, zodat ze... Ik moet niet door het vuur gaan. Zodat ze... Oh, ja. Zodat ze damage krijgen. En zo wordt het ook moeilijker voor hun om mij op te pakken. Dit wordt wel een stuk moeilijker voor hun. Ja, je hoort ze allemaal in de fik gaan. Oh, dit is mooi. Oh, ik moet ze met... Oh, mijn god. Oh, mijn god. Ze springen hier allemaal in, joh. Ze springen allemaal in als vissen, man. Jemig. Die Stefan heeft mij gewoon opgelicht, man. Die Stefan heeft mij gewoon echt opgelicht. Oké. Naar de brug. Huh? De brug is ook neer. Nee, ik dacht dat ik hier me kon verstoppen, maar nee. Die brug is ook kapot. Oké, ik moet hier naartoe. Ja, ik moet naar het plot van Martje toe, als dat überhaupt nog is. Het plotje van Martje. Daar naartoe. Oh, ze komen allemaal achter me aan, maar ze staan ook allemaal in de fik, die agenten. Die agenten staan allemaal in de fik. Oh mijn god, ik moet hier verstoppen. Ja, snel. Door dit poortje. Deur dicht. Hopsakee. Even snel eten. Oh, dit is nog wel intact, trouwens. Oh mijn god, dit is ook de laatste keer dat ik dit ga zien, waarschijnlijk. Want het gaat helemaal kapot, Atlanta. Snel via de vooringang. Hopelijk dat ze me niet hebben gezien. Auto plaatsen. En wegrijden. Kom op, auto. Ik kan helaas geen helikopter plaatsen, want dan zien ze me straks met die helikopter. En dan ben ik echt een Sjaak. Come on, je kunt het, Kevin. Rijden. Volgens mij zijn dat ook bijna alle agenten die achter me aangaan. Hoe wisten ze überhaupt waar ik was, trouwens? Ja, misschien... Ze zijn daar altijd aan het patrouilleren. Ze zijn daar altijd aan het controleren. Hetzelfde dan hier, want dit is ook verboden gebied. Oh, trouwens, ik ben op verboden gebied. Oh my god, dat is niet de bedoeling. Oh nee. Ik sta op het plein. Kijk, dit is ook helemaal kapot. Het plein is ook kapot. Maar ja, hier kan ik niet komen. En oh my god. Oh, het hele huis. Was dit niet een gebouw waar ik een overval heb gepleegd? Of was dat deze? Waar had ik die overval gepleegd? Was dat deze? Of was dat deze? Nou, er was ergens dat ik een overval had gepleegd. Maar volgens mij was het een van deze twee winkels. Maar die is helemaal kapot. Oh, nee. Nee, dat kan je niet maken. Het is helemaal kapot. Oké. Snel rennen. Als ze kijken ook naar mij van... Huh, wat doet die persoon nou? Nou, ik vlucht voor de... Huh? Dit staat allemaal in de fik, man. Dit gaat allemaal in de fik. Wat? Oh mijn god, alles gaat in de fik, zien jullie? Oh mijn god. Dat ging gewoon... Zagen jullie dat? Kijk eens, alles ging... Oh mijn god, mijn armor is bijna kapot. Het ging allemaal in de fik, zagen jullie dat? Terwijl dat ik er naar keek, ging het allemaal in de fik, in brand. Oké, maar ik moet hier weg. Ik moet hier weg, achter dit standbeeld. En dan vind ik het wel weer best, denk ik. Zagen jullie dat? Ik ging daar naartoe en toen ging alles in de frik. Maar goed, jullie zagen het. Kijk eens, vergeet natuurlijk even zeker niet massaal die blauwe duimpjes omhoog te klikken. Ik denk dat ik wel veilig ben hier tussen de standbeeld bij zijn kruis. Ja, oké.
In ieder geval, hier ben ik vast wel veilig. In ieder geval veiliger dan bij dat bos of bij dat huisje daar. Dat ging helemaal in de fik. Shame, neetje. Dat is helemaal in de fik gegaan. Alles gaat in de fik hier, oh. Dus alle... Ik denk dat zelfs alle gebouwen hier in Atlanta in de fik gaan. Dus ik zou zeggen, like, abonneer. Volg mij natuurlijk even zeker op Instagram, The Serial Gamer. Zou ik super, super, super gaaf vinden. En volg mij even op YouTube, The Serial Gamer. Alle linkjes staan in de beschrijving. Zou ik super gaaf vinden. Want ik upload namelijk nu ook dagelijkse Fortnite-video's en Minecraft. Dus check dat gewoon even uit. Zou ik super gaaf vinden. En abonneer natuurlijk even zeker op een GameStat. En klik op het belletje. Ja, jawel. Want op een GameStat zijn ook gewoon dagelijkse uploads en livestreams. In ieder geval, ik zie jullie bij de volgende video weer. En ik hoop dat ik het overleef hier in Atlanta. En eigenlijk jullie ook. In ieder geval, ik zie jullie bij de volgende video weer. Later!